Leuk dat je weer kijkt naar een nieuwe aflevering van Dit is Mijn Club. We zijn vanavond in Vlijmen bij Orbit, waar groep 1 gehuldigd wordt. Natuurlijk heel erg bijzonder. Maar daarnaast gaan we ook eens kijken of dat suffe imago van badminton nou echt terecht is. Of dat het allemaal wel heel erg meevalt. Jullie zijn kampioen. Vertel eens, hoe voelt dat? Ja, eigenlijk gewoon normaal. Ik heb me niet zo speciaal, eerlijk gezegd. Ik zou spelen, ja. Alle wedstrijden en dit als resultaat. Maar dit is toch hartstikke goed? Ja, zeker. En leuk dat we alles dik hebben gewonnen. Dus op naar de vierde klasse. Hey, wat is er zo leuk hier aan badminton? Met elkaar spelen. Gewoon gezellig, leuke sfeer. En nou ja, gewoon met een team, jong team. Met een wat oudere heer erin en dat is gewoon heel erg gezellig. Je bent kampioen, vertel eens hoe dat voelt. Ja, heel erg goed. Ik had van tevoren wel een keer als scherts geroepen van nou, als we zo door blijven gaan, dan kan het nog best zijn dat we kampioen worden. Maar ja, eigenlijk niet met de gedachte dat het inderdaad ook werkelijkheid zou worden. Dus het is leuk dat het is uitgekomen. Hard voor gewerkt? Ja, we hebben er hard voor geknokt, ja, zeker weten. Ja, het was de ene partij wat makkelijker en de andere partij... Ja, hebben er echt hard voor moeten gaan, diep voor moeten gaan. Nee, leeftijd maakt niet uit. Je hebt vaak wel dat junioren gewoon met elkaar spelen. Maar wij zitten hier bij een club met leeftijden en alles door elkaar. Ja. En het is inderdaad gemengd als je competitie speelt met twee vrouwen en twee mannen. Wat vind je zo leuk aan deze specifieke club? Gewoon de sfeer, de gezelligheid en het is voor mij lekker dichtbij. Dus ik ben er zo. Ja. Hoe komt badminton nou aan zo'n suf imago? Ik heb nooit een suf imago gekend van badminton. Ik doe het al vanaf mijn achtste, dus voor mij kent badminton geen suf imago. En voor mij ook nee, niet? Ja. Nee, absoluut niet. Want dat is natuurlijk wel de eerste gedachte van ja, badminton is heel leuk. Een beetje een shutteltje overslaan en ja, dat kan iedereen. En badminton kan in principe ook wel iedereen, maar het is meer dan alleen maar wat je ziet op de camping. Waarom is dit spel nou zo leuk? Ja, waarom vinden mensen voetbal leuk? Waarom vinden mensen tennis leuk? Je hebt gewoon een bepaalde voorkeur voor een sport. Ik heb vroeger wel getennist en ja, badminton ligt dan een beetje in dezelfde lijn. Dus ik ben er vroeger een keer bij gegaan. Ja, vroeger, wat is vroeger? 15 jaar geleden of zo. En eigenlijk heel goed bevallen. En sindsdien lid. Wat maakt deze club zo leuk? Nou, wat waarschijnlijk net ook wel genoemd zou zijn, een hele diversiteit aan mensen, van jong tot oud. Mensen die competitie spelen, mensen die echt alleen puur voor een vrije tijd hier recreatief komen spelen. Ja, je hebt er echt van alles wat. Hey, en straks gaan we de huldiging meemaken. Vertel daar eens iets over. Is een verrassing? Ik wou zeggen, ik laat me verrassen. Ik weet het niet. Nou, dan gaan wij met jullie meekijken straks. Hoi. En dan deze
we zijn dus hier aan het kijken bij een competitie. Maar ik kan toch niet echt zeggen dat dit een suffe sport is, nee. Want het gaat er behoorlijk pittig aan toe. En volgens mij moet er nog één punt gemaakt worden. En dan is de eerste set duidelijk. Maar even afwachten nog. Je bent aan het winnen? Ja, ik ben zeker aan het winnen, ja. Ik heb er een goed gevoel bij. Het loopt als een tierenweer, als een trein. Het gaat zo pittig aan toe. Ja, ik krijg ze ver achterin. Goede shuttles, goede tegenstander, gelijkwaardig. Het geeft mij alleen maar meer motivatie om te winnen. En dat gaat ook lukken ook. Ik ben ervan overtuigd. Wat maakt jou vandaag een betere tegenstander dan de ander? Ik ben uitgerust. Ik heb goed geslapen afgelopen nacht. Flink wat adrenaline opgebouwd. Goed warm gelopen hier in de zaal. En het zorgt ervoor dat ik ga winnen. Heerlijk gewoon. Nou, succes. Wij blijven kijken. Kasper, kun je zo meteen kort wat slagen laten zien? Ja hoor, je mag er wel bij komen staan als je wil. Ja, dus wij gaan even samen proberen. Ja, ik kan er dus niks van, maar dat geeft niet. Dat zien we vanzelf wel, toch? Ja, goed gespeeld. Dat ging best goed. Ja, ging niet slecht, hè? Nee, voor een beginner kan er wel mee door. Heb je nog tips? Veel oefenen. Oh, dankjewel. Kun je misschien wat slagen laten zien dan? Prima. De voorhand en de backhand even laten zien dan. Ik ben benieuwd. Dan heb je vast nog wel één tip voor mij hoe ik nou mijn tegenstander het snelst moe kan maken. Ja, dat is vooral zelf niet te veel proberen aan te vallen en zo strak mogelijk over het net proberen te spelen. Maar laat de tegenstander dat vooral doen. Laat gewoon een beetje lui spelen. Ja, dan ben je nog wel aan het badmintonnen, maar iets minder intensief, ja. En de tegenstander wel. Nou, ga ik dat nog even proberen. Dankjewel. Vertel eens even, hoe werkt dat nou? Je hebt twee sets en jij hebt er net één gewonnen? Ja, klopt. En dan vervolgens moet je nu nog de laatste set? Ja, de tweede set van de dames enkel. En dan heb je twee sets gespeeld en dat is één wedstrijd. Staat jullie club in totaal nu voor? Of, Ja, nee, we staan nu gelijk. Nu, zeg maar. Ja, want dit is onze eerste wedstrijd en mijn teamgenoot heeft net ook één set verloren. En ik heb er nu één gewonnen, dus we staan gelijk. Maar leg eens kort uit hoe dat werkt voor degenen die dat niet snappen. Je hebt twee dames en twee heren in een team. En iedereen speelt twee enkelsets. Dus in totaal zijn er 8 enkelsets. En dat zijn dus 4 wedstrijden. Want er zitten 2 sets in 1 wedstrijd. En dan heb je nog de dubbels. Dan spelen twee dames tegen twee dames. Ook 2 sets. En dan heb je nog de mix. Een dame en een heer tegen een dame en een heer. En dat... Dus hoe vaak ben jij op een avond aan het spelen? 6 sets. Ja, 2 enkels, 2 dubbels en 2 mixen. Ja, dus 3 wedstrijden. En dit was net de eerste set van de avond? Ja. Dus je hebt nog even te gaan? Ja. Ja. Maar je bent aan het winnen, dus ik zou zeggen succes. Nu nog wel. Nou, volhouden toch? Ja, dat komt goed. Waarom is badminton leuk? Het is een afwisselende sport met snel spel en langzaam spel. En je kunt het vrij snel kun je het al spelen. Er komt niet heel veel techniek bij kijken als je zeg maar al een shutteltje wil slaan. Hè. Je kunt het op het strand doen, je kunt het in de zaal doen. Doe je het in de zaal en je speelt het bijvoorbeeld in competitieverband, dan, ja, dan wordt het, gaat het natuurlijk ook om de punten. En in tegenstelling tot op het strand of ja, op het gras. Wat is er leuk aan badminton? Gewoon gezellig een avondje sporten en natuurlijk de derde helft.
Die is ook altijd leuk. Kom je nou voor de eerste, tweede of derde helft? Ik kom voor eigenlijk alle drie. Eigenlijk alle drie. Het sport is altijd heel erg leuk, gezond. En daar hou ik van. Alleen de derde helft is ook altijd heel leuk. Orbit 2001 is aangesloten bij de Bossen Badminton Federatie. En de Bossen Badminton Federatie die organiseert de competitie voor alle teams in de regio. De regio van Den Bosch, Os, zeg maar richting Waalwijk. En dat zijn flink wat teams. En die teams die zijn ingedeeld op sterkte in 10 klassen, meen ik. En er wordt 1 competitie gespeeld in het seizoen. Dus we spelen nu seizoen 2011-2012. Het komt ook wel eens voor dat er te weinig teams zijn. En dan wordt er een dubbele competitie gespeeld. Zoals bij ons team 1. Die is winnaar geworden van de eerste competitiehelft 2011-2012. Ja, want zijn jullie als bestuur niet enorm trots op team 1? Natuurlijk zijn we heel erg trots. Eigenlijk zijn we een vereniging die een beetje gefocust is op het recreatief spel. Maar we vinden het natuurlijk hartstikke leuk dat we ook nog 2 goed presterende competitieteams hebben. Die, ja, net als ik zeg, al redelijk meedraaien in de competitie. En als je dan een keer een winnend team hebt, ja, dan wil je dat weten. En dat doen we dan ook. Iets minder gezond, maar toch altijd wel gezellig op de donderdag. Want de ene gaat in de voetbalkantine hangen en wij lekker hier. En wat is zo leuk aan het spel? Het spel. Het is een heel snel spelletje. Het is heel intensief. Je weet vrij snel dat je gewonnen hebt of verloren hebt. Dus iets vrij snel resultaat. Je uithoudingsvermogen wordt getest. Eigenlijk dat was er niet leuk aan. Het heeft een beetje een suf imago. Hoe komt dat, denk jij? Omdat er op scholen te weinig voorlichting voor is. Omdat voetbal de volkssport sport nummer 1 is. En omdat er veel mensen vinden dit niet leuk. Het heeft geen beetje camping-imago. Alleen het is echt wel een sport. Ja, ik hoor u net praten over 2 helften. Maar ik hoor er ook menig lid praten over de derde helft. De derde helft is voor een flink aantal leden heel belangrijk. Want er wordt gezellig samen gekletst en gedronken in de sportkantine die hier aan de sporthal vastzit. En er worden natuurlijk sterke verhalen verteld. En er wordt er verteld van onmogelijke missers. En dat er eigenlijk met heel veel pech verloren is. Of de overwinning wordt gevierd. Dat wordt dan samen gedaan met de bezoekende vereniging. We hebben hier op dit moment ook een wedstrijd tussen 2 teams. Ons eigen team 2. En een team van een andere vereniging. En nou, in de derde helft, dan wordt weer alles bijgelegd als er misschien nog oneenigheid is geweest. Maar meestal gaat dat heel erg goed en dan is het heel gezellig. En dan maken we het soms wel eens tot een uur of half 1. Dan brengen we gezellig de avond door met elkaar. Meneer Veldhuizen, u bent het oudste lid volgens mij. Ja, dat kan. Hoe lang bent u al lid van deze vereniging? Ik denk vanaf 1975, 76, maar dat weet ik niet precies. Wat vindt u zo ontzettend leuk aan badminton? Dat ik zelf een beetje in beweging blijf. Hè? Is het zo dat u zo vitaal blijft door het badminton spelen? Nou, ik heb wel meer dingen gedaan hoor. Maar eentje heb ik er dit jaar af moeten schaffen. Of net in het einde van het vorig jaar. Liep ik nog een rondje ijzeren man, maar er was net iets te veel. Maar dit blijft u lekker doen? Voorlopig nog wel, zolang als het kan.